Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op mijn kanaal Creatief met Rebecca. De vakantie zit er weer op en oh, wat hebben we een prachtige zomer gehad met fantastisch mooi weer. En ik hoop dat jullie ook allemaal genoten hebben van de vakantie, dat jullie allemaal veilig terug zijn gekomen. En ja, school begint weer, werk begint weer, maar ook Creatief met Action begint weer. Dus wat heb ik voor deze week gehaald bij de Action? Het is Make Your Own 3-Day Paperbird. Het is de 3-Day Vogel. Ik heb deze al een keer gemaakt in de vlindervariant. Maar ze hebben nu ook een vogel. Dus ik dacht, het leek me leuk om deze te proberen. En te kijken of deze beter gaat dan de vlinder. Dus ik ben erg benieuwd. Ik zou zeggen, pak een lekker kopje thee erbij. En we gaan creatief aan de slag. En dan gaan we de verpakking openmaken. Er zitten twee staafjes bij om het lijstje in te zetten. Natuurlijk twee lijstvormpjes. En in de folie zit natuurlijk de vogel, de uitdrukvellen. Er zitten natuurlijk 3D foam stickers bij. En er zit verf bij om jouw lijstje te verven. En dan ga ik beginnen met het verven van het lijstje. De verf die er altijd bij zit is witte verf. En zoals jullie weten komt binnenkort ook de video van de cadeaubon online. Want wie zou die 5 euro shoptegoed winnen van de Action? Deze ga ik binnenkort ook uploaden. En natuurlijk komt er deze week ook weer een creatieve schildervideo online. En wisten jullie ook dat ik mijn kaarten verkoop? Je kunt ze bestellen via Creatief met Rebecca, de Facebookpagina. En dan heb ik ook nog een hele leuke variant voor het lijstje. En dat is namelijk met washi tape. Als je zoiets hebt van, nou, ik heb niet zo heel veel geduld met schilderen. Dan pak je gewoon een washi tapeje en daarmee beplak je ook je lijstje. Ik heb voor de kleur groen gekozen. Deze is verkrijgbaar bij de HEMA. En voilà, kijk eens hoe mooi onze lijstje eruit ziet. Dan ga ik beginnen met de vogel. Ik ga mijn tweede lijstje nog even in de grondverf zetten. Zoals jullie zien, zien jullie al verschil tussen het groene lijstje en het witte lijstje. Persoonlijk vind ik de groene mooier. Je kan natuurlijk ook het lijstje versieren met glitters als je er wat lijm op doet. Dus neem vooral ook even een kijkje op mijn Facebookpagina Creatief met Rebecca. Daarin vind je al mijn tekeningen en ook de kaarten die ik op dit moment verkoop. Ze zijn €2,50 per stuk en de verzendkosten verschillen per regio. En dan hoop ik dat jullie allemaal een hele goede vakantie hebben gehad. Ik zei het al even in de intro, laat me ook even weten hoe jouw vakantie was, want ik ben erg nieuwsgierig. Dan ga ik nu beginnen met de vogel. Ik ga beginnen met de 3D stickers te plakken. Het voorbeeld staat op het doosje. En alle onderdelen zijn genummerd van 1 tot en met 20. Dus dat is hartstikke makkelijk en leuk. Soms heb je wel even wat extra hulp nodig. Zeker voor de wat jongere knutselaars kan het soms lastig zijn om de vorm er heel uit te krijgen, omdat licht karton redelijk stevig vast zit. En zoals sommigen allemaal weten, op mijn Facebookpagina hebben meegekregen, ben ik heerlijk 2 weken naar Duitsland geweest met mijn gezin. Ik heb daar genoten van prachtige wandelingen. We zijn naar Legoland geweest. En we hebben heerlijk gefietst en natuurlijk ook lekker gegeten. En maar daarnaast ook lekker creatief bezig geweest. Ik heb veel getekend en veel geschilderd. En ik heb ook tijdens mijn vakantie nog een kleine schildercursus gewonnen.
met waterverf. Dus dat vind ik echt super gaaf, super leuk. Dus dan kan ik nog meer inspiratie opdoen en nog meer technieken leren die ik dan weer aan jullie kan overbrengen. En zoals jullie weten, zal ik waarschijnlijk aankomende woensdag ook weer even live komen om lekker met jullie bij te kletsen. En zoals jullie zien, schiet de vogel al aardig op. Niet alle onderdelen passen, misschien sommige zijn wat aan de grote kant, sommige zijn wat aan de kleine kant, dus je moet ze soms een klein beetje aanpassen. En zo krijgt onze vogel een gestaagde vorm. We zijn bijna klaar. De laatste kleine dingetjes gaan erop. Voor het snaveltje die erbij zit, heb ik de foamstickertjes in twee gedaan. Anders steken ze buiten het papier. En bij deze vogel zit ook een achterkant, dat zal ik je straks laten zien. Dus dat maakt het deze keer wel echt 3D. En voor de jongere kijkers die het ook willen maken, ik denk dat misschien je ouders of verzorger er even bij moet helpen met de kleine dingetjes te plakken. En dan ga ik binnenkort ook weer verder met het verzenden van een sneeuwmeld. Want er staat een trouwerij van een van mijn abonnees op het programma. Ze gaan in oktober trouwen. Dus ik zal volgende week de sneeuwmeld gaan maken. En ik begreep dat iedereen zijn kaartje had ontvangen die ik voor mijn vakantie had verstuurd. Zo had Sessie ook een mooie verjaardagskaart gekregen. En had ik Siska ook een mooie kaart gestuurd. Kijk, dit is de vogel van de achterkant. Die is al helemaal compleet. Dus die kun je aan de achterkant van jouw vogel plakken. En hierdoor krijgen dus dit keer het echte 3D effect. Dan ga ik zo meteen de ruitjes erbij pakken. Ik plak de bladeren eraan vast en onze 3D vogel die is in ieder geval klaar. Ik ga de ruitjes erbij pakken. Er zitten wat plakkers op. Die ga ik ervan afhalen en daar ga ik de vogel opleggen alvorens ik hem in het scherm ga plaatsen. Er zit zowel aan de beide kanten zit er een beschermfolie van het raampje. Dan ga ik de lijstjes nog versieren. Want er zit nog wat bij voor de versierrand. Wat bloemen, wat vlinders, mandelaars. En hiermee kun je natuurlijk ook jouw lijstje gewoon helemaal opvrolijken. Je kunt maken precies zoals jij dat wil. En klaar is onze 3D fotolijst. En ik moet je hier eerlijk bekennen, ik vond deze beter te doen dan de vlinder. Hier was het gewoon echt duidelijk aangegeven. En dit is ook echt 3D, omdat bij deze zat ook de achterkant van de vogel erbij. En dat was bij de vlinders niet zo. Ik moet je wel zeggen, ik heb ze nu met foam 3D stickers geplakt. Gaat iets stroever in het lijstje, omdat hij dan ook iets uitzet. Maar ik vond deze echt heel leuk om te maken. En het resultaat is ook heel leuk. Zeker ook met dit washi tapeje.
En je hebt best kans dat ik deze zo meteen ook nog groen ga maken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. We zien elkaar weer heel snel bij een nieuwe creatieve video.